Welkom aan boord van het zeilschip Eendracht. Je staat op het punt om een zeilreis te gaan maken op de grootste driemastschoenen van Nederland. Het schip en de bemanning zijn klaar voor vertrek en kijken uit naar een mooie vaartocht. In deze korte introductiefilm vertellen we je alvast wat je kan verwachten. En de belangrijkste veiligheidsregels. Op zee is het altijd een paar graden kouder. Kleed je dus warm aan en neem voor de zekerheid ook een regenpak mee. Een paar schoenen met stroeven zolen zijn zeker aan te raden. En als laatste, vergeet niet een geldig paspoort of een geldige ID-kaart mee te nemen. Want een rijbewijs is niet voldoende. Aan boord geldt altijd één hand voor jezelf en één voor het schip. Dus pak je tas, want het is tijd om te zeilen. Tot ziens aan boord. Tijdens de dag mag je je bewegen over het hele schip. Bij de arts kun je terecht wanneer je bang bent dat je zeeziek wordt. Schroom niet de arts te vragen naar zeeziektepillen, maar doe dit voordat we de haven uitvaren. Zeeziekte kan iedereen overkomen. De pillen dienen preventief ingenomen te worden. Als je al zeeziek bent, is het effect minder. Een gevulde maag vermindert de kans op zeeziekte. Wanneer je diabetespatiënt bent of zwanger, geef dit dan voor vertrek door aan de scheepsarts. Onder leiding van de kwartiermeesters worden de zeilen gezet zodra we op zee zijn. Uiteraard mag je helpen bij de voorbereidingen en het hijsen van de zeilen. Drankjes zijn verkrijgbaar aan de bar. Koffie en thee is altijd gratis aan boord. Tijdens de reis kun je op verzoek een kijkje nemen in de machinekamer. De machinist geeft graag tekst en uitleg. Je bent ook van harte welkom in het stuurhuis en op de brug. De toiletten bevinden zich in de gang tegenover de kombuis en beneden deks. Toiletten hebben een blauwe deur. Gooi vooral geen afval, behalve kleine wc-papiertjes, in de toiletten. Het systeem aan boord bestaat uit kleine buisjes die gemakkelijk verstopt raken. Brandveiligheid. Beneden deks zijn de waterdichte deuren tijdens de vaart gesloten in verband met de veiligheid. Alle compartimenten zijn via een eigen trap te bereiken. Beneden deks vindt u rode, blauwe en groene deuren. Via de groene deuren kom je altijd weer aan dek. Mochten we onverhoopt het schip moeten verlaten, dan hoor je harde alarmbellen door het hele schip. Meld je dan op het achterschip bij de theetuin. De kwartiermeesters delen daar de zwemvesten uit. Volg altijd de aanwijzingen van de bemanning op. Zo werkt het zwemvest. Trek het zwemvest aan over je hoofd. Let erop dat de front aan de voorkant staat. Steek je armen door de koorden. Bekijk of je het zwemvest goed aan hebt en het lampje aan de buitenkant op je schouder zit. Is dit niet het geval, dan zit het zwemvest binnenstebuiten. Kruis de koorden op de rug en haal ze aan de voorkant door het blauwe oog heen. Daar doe je er strak een dubbele knoop in. Geen strik, want deze gaat los in het water. Help elkaar waar nodig. Moet je springen, dan is het belangrijk dat je het zwemvest goed vasthoudt onder de kin. Dit doe je bij mannen van boord. Mocht er iemand van boord raken, dan moet je de volgende instructies opvolgen. Zie je het gebeuren, blijf dan goed kijken naar de persoon in het water. Laat de drenkeling niet uit je gezichtsveld verdwijnen, maar blijf hem volgen met je ogen en wijs met uitgestrekte hand. Roep zo hard als je kan: mannen van boord! De hierdoor gealarmeerde omstanders werpen zoveel mogelijk reddingsmiddelen overboord en waarschuwen de brug. Daar zal direct actie worden ondernomen terwijl jij de drenkeling volgt. Het zeewater is koud, waardoor een drenkeling snel onderkoeld raakt. Zwemmen heeft geen zin, dat leidt alleen maar tot uitputting en onderkoeling. Het belangrijkste is dan ook: blijf met twee benen aan dek en wees voorzichtig. Ten slotte adviseren we je ringen en andere sieraden af te doen, omdat je daarmee kunt blijven haken tijdens zeilhandelingen. Heb je nog vragen? Stel ze dan aan de bemanning. Wij wensen je een fijne reis.